ben David Stegen, Brusselaar. Ik ben hier dus opgegroeid. Ik ben naar de VUB gegaan. Ik ben daar alumnus, oud-student. En ik ben ook verkozen. 3 jaar geleden hebben ze mij gekozen als fellow. En vanavond hebben we een network-event georganiseerd waar RSC Anderlecht gastheer was van alle fellows van de VUB. De fellowship is een verbinding tussen de academische wereld en de mensen die ooit gestudeerd hebben aan de VUB en die in het professionele leven staan, om die band eigenlijk weer aan te halen. En ja, dit is een uitstekende gelegenheid daarvoor. Wel, het is een geweldige locatie om onze fellows activiteit te doen. En wij een keer in een andere wereld, de wereld van de voetbal, van de community rond de voetbal en ook hoe de moderne media hier kunnen helpen om de spelers en de supporters met elkaar te verbinden. Tot 10 jaar geleden, want ik ben de eerste in het Belgisch voetbal, hield niemand zich bezig met mediabeleid. Dat is natuurlijk indrukwekkend wanneer je al onze fellows kan binden met een andere fellow die dan bovendien uitlegt wat bijvoorbeeld de media allemaal betekenen, ook voor een club als Anderlecht. Dan denk ik dat dat ontzettend leerrijk is voor alle anderen, uit welke sector ze ook komen, en ook voor de VUB. Als we op Anderlecht zijn, vind ik het altijd leuk. Maar in dit geval, samen met de fellows van de VUB, vind ik het natuurlijk een heel mooi initiatief. Het is een schitterend evenement, professioneel georganiseerd. Heerlijke hapjes, prachtige spreker. Fantastische atmosfeer hier op het RSCA-stadion. In België heb ik nog nooit een voetbalmatch live meegemaakt. Daarom vind ik het zo fijn om nu eens echt in een voetbalstadion, zonder match natuurlijk, te zijn, maar onder geweldige mensen. Eigenlijk delen we iets en dat is emotie. Ik heb op dit moment een Clara Festival waar mensen met honderden en duizenden komen luisteren naar klassieke muziek. En het is net hetzelfde. Wij delen gewoon emotie en passie. Dus ik voel mij hier eigenlijk heel comfortabel.